het idee. U bent beslist abuis. Maar na verloop van nog geen jaar werden wij een paar. Stonden we samen op de stoep van het stadhuis. Dat vinden we allen zo prettig, ja ja, en daarom zingen wij blij. Zij leven hoog, hoera, hoera, zij leven hoog, hoera, hoera, zij leven hoog, hoera, hoera. Hiepe de piep, hoera! Hiepe de piep, hoera! Hiepe de piep, hoera! We maken hem iets bij. Ja, allemaal corona, hè? Dat is welvaart. Oh. Ja. Ik kan ook met de lift gaan, zegt hij. Nou. Kom van de dak af. Nee, kom van de dak af. Heel bijzonder om een oma te hebben die 100 jaar wordt. En oma is ontzettend belangrijk voor ons. We hebben heel veel bij haar gelogeerd vroeger. Ze hebben een heel actieve rol in onze opvoeding gespeeld. Zeker van onze de oudste kleinkinderen, zal ik maar zeggen, waar ik bij hoor. Maar zeker ook van de iets jongeren. En nu is ze overgrootmoeder van onze kinderen. En die noemen haar Beppe, omdat mijn opa kwam uit Friesland. En die noemen haar dan weer Beppe. Dus ze is moeder en oma en Beppe. En tante Rie, zo noemen ze haar ook. Dus ja, heel bijzonder. Kijk maar, ik ben weer veilig terug. Geniet van de bloemen. Heb zaterdag een hele mooie dag. En ik zei het u net bovenal, ik vond het heel erg mooi om dit te doen. Ja, mijn vader, we hebben er echt een heel gaaf feestje van gemaakt met elkaar. Het hele huis binnen is versierd. Mijn vader heeft alles geregeld. Een beentje, een vliegtuig. Ja, we vinden dit zo bijzonder dat we ja, zo'n... Hè, ze woont nog zelfstandig. Ze is nog hartstikke goed. En dat wij daar onderdeel van mogen zijn, ja, is heel waardevol. En ook de burgemeester via een speciaal takelsysteem naar boven? Ja, dat was heel bijzonder. We hadden vandaag eigenlijk een ander systeem. En dat kon niet, het was te laag. Dus toen moest het via dit systeem. Dus we hoopten al dat de burgemeester niet te veel last van hoogtevrees zou hebben. Maar het was heel leuk daarboven. En oma heeft genoten.